Zonder islam zou Nederland een prachtig land zijn. En over dit onderwerp hebben we nog weinig sprekers gehoord, maar iedereen kiest natuurlijk zijn eigen thema tijdens zo'n begroting. Zonder islam zou Nederland niet jaarlijks zo'n 7,2 miljard kwijt zijn aan massa-immigratie. Zonder islam zou er nergens in Nederland een moskee staan. En zouden mensen niet dagelijks worden geconfronteerd met islamitische hoofddoekjes, jellaba's, haatbaarden en minaretten. Een land zonder al die symbolen van islamitische overheersing. Heerlijk! Wat een land zou Nederland zijn. Zonder islam zouden we niet te maken hebben met een politiek van bevolkingsvervanging. Niet met een politiek van islamitische kolonisatie. Niet met nederzettingenbeleid in steeds meer wijken in grote en kleine steden. Zonder islam zou Nederland gevrijwaard zijn geweest van de maatschappelijke ontwrichting die plaatsvindt via die massa-immigratie, die via haatpreken tot ons komt, via gezinshereniging, slachtoffergedrag, Marokkaanse criminaliteit, Turkse inmenging en die dan weer plaatsvindt via het stellen van islamitische eisen tot aanpassing van Nederland en de Nederlanders aan die barbaarse, achterlijke, totalitaire ideeën van een zevende-eeuwse rovershoofdman, massamoordenaar en pedofiel. Voorzitter, zonder islam was Pim Fortuyn niet vermoord door Volkert van der Graaf, die zijn daad verklaarde door te handelen uit piëteit met moslims. Zonder islam was Theo van Gogh niet geslacht door Mohammed Bouyeri en hoefde mijn eigen partijleider Geert Wilders niet beveiligd te worden. Zonder islam zat de politiek niet vol met islamknuffelaars, ieder met hun eigen cynische belang of naïeve blik. Verkoudheid overkomt iedereen wel eens. Zonder islam, voorzitter, kenden we in Nederland geen eerwraak en zou het verschijnsel neef-nicht-huwelijken vrijwel niet meer bestaan. Zouden Joodse kinderen gewoon zonder beveiliging naar school kunnen en konden homo's en lesbiennes veilig over straat. Zonder islam zouden we zo'n beetje de helft minder uitgeven aan bijstand. Zouden we minder gevangenissen en agenten nodig hebben en zou er veel minder geld gaan naar achterstandswijken. Integratiesubsidies waren overbodig. We zouden minder dierenleed hebben en apartheid zou een woord zijn uit een geschiedenisboek. Zonder islam zouden hoogopgeleide Nederlanders minder de prikkel voelen om te emigreren. Zonder islam zou de sharia niet sluipend worden ingevoerd in steeds meer wijken. Maar ook rechters zouden er in hun uitspraken geen rekening mee houden. Zonder islam had minister Asscher geen verkiezingsposter in het Turks laten maken in 2010. En was er aan het Binnenhof nooit "Mogen Allah je zwaar straffen" geroepen. En was er ook geen wasruimte en gebedsruimte geëist door islamitische Tweede Kamerleden. Zonder islam, voorzitter, geen foute organisaties als Dianet, Mili Gurus, Suleimansi, die de lange islamitische arm van Ankara in Nederland vormen. Die arm, voorzitter, dient te worden geamputeerd. Voorzitter, die lange arm van Ankara die dient te worden geamputeerd. Verbied die organisaties, net als die organisaties die gelieerd zijn aan Fethullah Gulen. Zet hun leiders uit, zo roep ik de minister op, en sluit hun kantoren. Is de minister daartoe bereid? Kinderen zouden op school niet te maken krijgen met halalvlees tijdens het kerstdiner. Kerstbomen stonden niet ter discussie en het suikerfeest zou niet voor lege klassen zorgen. Zonder islam geen honderdduizenden Turken in Nederland die aangeven dat ze geweld tegen andersgelovigen en ongelovigen niet verkeerd vinden. En geen honderdduizenden Turken die islamitische staatgangers helden vinden. Zonder islam geen problematiek met jihadgangers. Zonder islam geen substantieel dreigingsniveau qua terrorisme. En geen juichende kinderen op straat na de massamoord in het WTC op 9-11. Ja, voorzitter, stelt u zich eens voor. Wat een geweldig land. Als je dit toch allemaal achterwege laat. Of zou kunnen laten. Vraag aan de minister. Deelt hij deze visie? En zo nee. Wat voor visie heeft de minister dan aangaande de voortschrijdende islamisering van Nederland? En natuurlijk, ik nuanceer, niet alles wat misgaat is natuurlijk de schuld van de islam. Maar heel veel wel. Dat heb ik zojuist duidelijk gemaakt. Wat stelt u zich eens voor? Een land zonder die problemen die ik net allemaal genoemd heb. En ook al was er in het verleden immigratie vanuit Suriname, kwamen er Joodse mensen uit Portugal. Er is een groot verschil met de massa-immigratie van moslims in Nederland. De andere migranten die assimileerden en zagen Nederland als hun nieuwe thuis. Moslims komen over het algemeen hier, die veranderen niet, integreren niet, assimileren niet. Nee, ze verbouwen op onze kosten Nederland, tot hun eigen huis met al die moskeeën. En de oorspronkelijke bevolking is uiteindelijk de gast.
Islamitische migratie, de hijra, die werkt al 1400 jaar op deze manier en dat gaat niet veranderen. Zie daarvoor de toestand in het eens christelijke Noord-Afrika. Maar neem ook eens een kijkje in Marseille, in Brussel of in de islamitische verkrachtingshotspot Rotherham in Engeland. Want we bevinden ons in een alarmerende fase, voorzitter. De afgelopen 40 jaar heeft er een niet eerder in de geschiedenis vertoonde verandering van de bevolkingssamenstelling plaatsgevonden. In steden als Den Haag, Amsterdam en Rotterdam is ondertussen meer dan de helft van de Nederlandse bevolking vervangen door mensen uit andere landen, hoofdzakelijk moslimlanden. De geboorteratio bij moslims is een stuk hoger dan bij Nederlanders. Maar in Frankrijk, België en Zweden nog veel hoger. En met die open grenzen, dan weet je genoeg. In Frankrijk is de geboorteratio bij autochtonen 1,3 en bij moslims 3,5. Dat houdt in dat je binnen twee generaties... Dat binnen twee generaties een ruime meerderheid van de bevolking moslim zal zijn. De naam Mohammed, met alle vervoegingen zoals Muhammad, Mohammed, Mahmoud, was in 2013 in Nederland de één na populairste geboortenaam. En dat geldt niet alleen voor de bezette gebieden in de grote steden, voorzitter, dat geldt voor heel Nederland, hè? Heel Nederland. De verwachting voor 2014 is echter nog schrikbarender. Mohammed, met al zijn vervoegingen, was in de eerste drie kwartalen van dit jaar de meest gegeven naam aan nieuwgeboren jongens in dit land. En er is geen reden aan te nemen dat deze trend spoedig zal keren. Een reactie van de minister kan dan ook niet uitblijven hier, want hoe ziet hij Nederland voor zich in pakweg 2025 of in het jaar 2030? Want als hij met zijn beleid en met dit regeringsbeleid op deze voet verder gaat, dan wordt het één grote islamitische bende, voorzitter. De vruchtbare polder wordt een woestijn van klei. Moslims, zo zei Bernard Lewis, zijn niet de kinderen van de woestijn, maar zij zijn de vaders. Deelt de minister deze observatie van deze eminente historicus? En kan de minister aangeven hoe hij denkt de islamisering te stoppen? Een van de problemen die de islam, voorzitter, naar Nederland bracht, is het toegenomen antisemitisme. Ik geef wat voorbeelden, nationaal en internationaal. Vier Joden werden vorige week dinsdag door moslims gedood in een synagoge te Jeruzalem. Terwijl de inwoners van Gaza met bijlen, messen en geweren in de hand feest vierden vanwege deze slachting, noemden de leiders van Hamas de daders helden. En letterlijk tijdens de islamitische festiviteiten rond deze antisemitische terreurdaad komt de Partij van de Arbeid met het voorstel om deze leiders aan ongeneeslijke jodenhaat te belonen met een eigen staat. PvdA moet zich schamen. Het gaat te ver om de PvdA dan ook een antisemitische partij te noemen, maar het lijkt er wel erg op dat ze steeds meer tegemoet wil komen aan de antisemitische opvattingen van hun moslimkiezers. Nou, nee. Nee, oké. Dan stel ik voor dat u verder gaat met uw betoog. Oké. Voorzitter, de islam bracht het antisemitisme terug in Europa, nu we het er toch over hebben. In Toulouse en Brussel zijn Joden door moslims doodgeschoten. Gewoon omdat het Joden waren. In Amsterdam kun je vanwege bedreigingen door moslimjongeren niet meer over straat. Feiten. Met een keppeltje op, bedoel ik dan. Dat is een feit. En na een anti-Israël demonstratie in de Haagse Schilderswijk zei een moslimbetoger tegen een verslaggever, en ik quote, als alle moslims één front zouden vormen, dan hadden wij het Westen en de Joden allang verslagen. Voorzitter, ter illustratie, het afgelopen jaar promoveerde David Suurland cum laude op de vergelijking tussen nazisme, communisme en islamisme. Jodenhaat hoort nu eenmaal bij de islam, zegt ook hij. Het zou inderdaad naïef zijn om te denken dat 1400 jaar van op de islamitische geschriften geïnspireerde jodenhaat zonder gevolgen zou blijven en zou zijn. En ik citeer, hoe vaak zijn Bolkestein, Fortuyn, Janssen, Elian, Hirsi Ali, Van Gogh of Wilders niet beticht van het aanzetten tot racisme? Om er even op terug te komen. Als het gaat om jodenhaat onder moslims, hadden zij gewoon gelijk. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de eveneens endemische homohaat, intolerantie voor andersdenkenden of afvalligen, zo schrijft Suurland in een artikel in de NRC. Onderschrijft de minister deze lezing van deze onderzoeker en zo nee, welke argumentatie heeft de minister dan aangaande een hiervan afwijkend standpunt? Hoe denkt de minister over het feit dat de islamitische prediker Yusuf al-Karadawi in 2008 hier in Nederland de moslims opriep om de Joden een bestraffing te geven als opvolging aan de laatste grote bestraffing van de Joden door Adolf Hitler? En is de minister op de hoogte van het feit dat de man die Karadawi naar Nederland haalde, dat hij deze Karadawi een gerespecteerde autoriteit noemt? Dat deze man Karadawi betrouwbaar en deskundig noemt? Ja, een boegbeeld in de islamitische samenleving die inspirerende dingen zegt over moslims in de samenleving. Wat vindt de minister daarvan, voorzitter? Want is de minister ook op de hoogte van het feit dat de man
die Karadawi hierheen haalde. Zijn inspiratie vindt in de boeken van de inspirator van de moslimbroederschap en Al-Qaeda, te weten Said Qutb, die door de AIVD als peetvader van de terrorismeclub Takfir al-Hijra werd bestempeld en dat hij beweert dat de Koran voor hem de opdrachtgevende gids is. Weet de minister dat? En is de minister op de hoogte van het feit dat deze man volgens twee oud-fractiegenoten heeft gezegd dat je dat allemaal niet te opvallend moet doen, je moet niet te opvallend handelen, je moet een beetje stiekem zijn, je moet het stiekem doen? Ja, voorzitter, ik heb het over de fractiegenoot. Het is in de fractie van de PvdA de rechterhand van deze minister, de heer Marcouch. En ik zal u vertellen, wie bij een volgende verkiezing straks Asscher kiest, krijgt de heer Marcouch er gratis bij. Ze zitten samen op de tandem. Marcouch trapt heel hard richting een volledig geïslamiseerde samenleving. Asscher remt niet, want de kabeltjes zijn doorgeknipt. En kritiek, voorzitter, op de door de islam gesanctioneerde jodenhaat, de haat jegens homo's, vrouwen en andersdenkenden, de afkerigheid van westerse normen en waarden, de democratie en de rechtsstaat, de afkering daarvan en de verheerlijking van geweld, wordt door de aanhangers van de islam en diegenen die met deze ideologie heulen bestempeld als islamofobie. Weggezet alsof je een ziekelijke angst hebt. Weggezet omdat je afkeer hebt van de islam. Het is niet meer dan een instrument uit de politiek correcte trucendoos, voorzitter, om critici van de islam de mond te snoeren, het debat te vervuilen en de afbraak van onze westerse samenleving te bespoedigen. Nee, iets verder. Ja, ik ga verder. Voorzitter, hoe vreselijk zijn de vloeken die de religie van Mohammed op haar vereerders legt? Naast deze fanatieke waanzin, die in de mens net zo gevaarlijk is als hondsdolheid in een hond, is dit een beangstige onverschilligheid. En dat was niet de Graaf die dat zei, voorzitter, die zei het wel, maar die quote Winston Churchill. Maar binnenkort, want ik had het over islamofobie voor de interruptie van de heer Kerstens, is dat verboden als het aan de Partij van de Arbeid ligt. Kritiek op de islam vindt namelijk al even plaats en in het geheel niet onterecht. En niet door de eerste de beste. Zo is Churchill in goed gezelschap van onder andere Maimonides, ook wel bekend als Rambam, Erasmus, Voltaire en de Tocqueville. Alle mannen die de westerse beschaving vooruit hebben geholpen door onderzoek, door debat. Degenen die de term islamofobie maar al te makkelijk ter hand nemen, die dienen het tegenovergestelde doel, namelijk een achteruitgang van de maatschappij en het stimuleren van onwetendheid, van censuur op weg naar een islamitische dictatuur. Deelt de minister dit of niet? En ook, zo nee, graag een gemotiveerde uiteenzetting van de mening van de minister daarop. Voorzitter, beledigd zijn is een keuze, bedreigd worden niet. En daar ligt wat de PVV betreft een hele strakke lijn. Verbale kritiek mag, maar geweld en dreigen met geweld is volstrekt onacceptabel. De wet biedt voldoende middelen om dit laatste aan te pakken. Kritiek op de islam, gelijkstellen aan bijvoorbeeld roofovervallen, ligt weer een tipje van de sluier op hoe blijkbaar binnen de Partij van de Arbeid wordt gedacht over onze grondrechten. De heilige oorlog die de PvdA-woordvoerder, ik heb hem al genoemd, de heer Marcouch, voert tegen de vermeende islamofobie, is een strijd tegen de vrijheid van meningsuiting. Het leidt tot criminalisering van elke discussie over de islam en dus op den duur tot criminalisering van iedere discussie over elke godsdienst. Want mag je van de islam dan nog wel zeggen straks dat het best lukt om zonder godsdienst te leven of dat het christendom prima is? Is dat dan geen belediging van de islam? Criminalisering van zogenaamde islamofobie leidt daarom regelrecht tot het einde van de godsdienstvrijheid en nog meer het einde van de vrijheid van meningsuiting. Wederom de vraag aan de minister of hij het met mij eens is. En zo nee, ook hier een duidelijk onderbouwd standpunt van de minister. Zoals ik eerder zei, voorzitter, we staan in Nederland een demografische ramp te wachten. Een ongewenste culturele omwenteling die zijn weerga niet kent via de vervanging van de bevolking. In de komende decennia zal de allochtone bevolking sterk blijven groeien, in tegenstelling tot de autochtone bevolking. Van 3,5 miljoen op 1 januari 2013 tot 5,4 miljoen in 2060. Daarmee stijgt het aandeel allochtonen van 21% tot 31%. En het percentage niet-westerse allochtonen stijgt daarbij het sterkst, van bijna 12% tot ruim 18%. En dan gaat het alleen nog maar om niet-westerse allochtonen van de eerste en tweede generatie. En dat geeft niet het volledige beeld van deze dramatische toestand. De derde generatie is namelijk weggedefinieerd uit de statistieken en worden bij autochtonen geteld. Bij de ene gaat wat vanaf en bij de andere komt er wat bij. Excuus.
Alleen al het aantal Marokkanen van de derde generatie, is tussen 2000 en 2012 verveertienvoudigd. En volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zal deze trend zich de komende jaren in hetzelfde tempo voortzetten. Gezien de hardnekkige negatieve statistieken, ook in de derde generatie, en ondanks de bakken geld die worden uitgegeven aan integratieprojecten, stadsvernieuwing, voorschool, taallessen, moestuintjes in de Schilderswijk en gratis wifi, is er weinig zicht op verbetering. Het Marokkanenprobleem dat we in Nederland kennen zal dus niet afnemen, maar eerder toenemen. En we mogen alleen maar hopen, met dit beleid, dat die toename niet exponentieel is. De scholen zien een lawine aan kinderen tegemoet die dus vernoemd zijn naar Mohammed. We gaan het meemaken dat de meerderheid van alle kinderen op school islamitisch is. En dat voorwaar, dat is voorwaar geen prettig vooruitzicht, voorzitter. De Nederlandse eigenheid, de identiteit en de cultuur wordt via immigratie en via de baarmoeder om zeep geholpen. Diverse islamitische leiders zeiden dat letterlijk, zoals Gaddafi. Maar op de PVV na nam niemand het serieus. Het jaarrapport integratie is er duidelijk over. Het was niks met de integratie, het wordt niks en het zal nooit wat worden ook. Of denkt de minister dat het zo vaart niet zal lopen? Zo ja, hoe denkt hij anders dat de nabije toekomst eruit zal zien? Voorzitter, ik ben ruim over de helft. Wiens kaas men eet, diens woord men spreekt, gaat ook bij integratie helaas niet op. Multiculinairisme is een mooi ding op zich, maar het brengt integratie niet dichterbij. Net zo min als het multiculturalisme. Nu de multiculturele samenleving algemeen als mislukt wordt gezien, is het tijd voor de volgende stap. Het vervangen van beleid gericht op integratie naar beleid gericht op assimilatie. Integratiebeleid heeft onder andere geleid tot islamitische parallele samenlevingen en heeft de tegenstelling in onze Nederlandse samenleving vergroot. Open grenzen, de multiculturele ideologie, het integratiebeleid, het al te makkelijk geven van uitkeringen aan immigranten. Het zijn schadelijke zaken die diep zijn verankerd in de cultuurrelativistische en cultuurmarxistische epidemie die het Westen al vele decennia teistert. Sterker, voorzitter, het cultureel marxisme is een van de grootste oorzaken van het softe beleid aangaande migratie en migranten en van de immigratie dus zelf. Het heeft een blinde vlek veroorzaakt bij de socialistische, maar ook de christelijke en de liberale politici die de islam allemaal verdedigen vanuit hun eigen vermeende te behalen voordeel. Liberalen zien de arbeidskrachten komen, maar de PVV ziet tijdens werktijd de koffiehuizen vol zitten. Socialisten zien de islam als middel om zelf aan de macht te blijven. Maar wij zagen in 1979 dat Ayatollah Khomeini daar zo handig gebruik van maakte om aan de macht te komen, maar daarna de socialisten als eerste liet ophangen. Christenen, voorzitter, zien moslims als geloofbroeders en trappen in de val van dat kleine stapje van christendom naar islam. Maar de PVV ziet dat de stap van islam naar christendom beloond wordt, tussen aanhalingstekens, met de doodstraf. Daar staat de doodstraf op. Maar we zien ook dat vele christelijke politici verzuimen te strijden tegen wat zij noemen in hun geloofsbelijdenis de valse profeet en valse profetie. En daarin worden ze vakkundig bijgestaan door de leiders van de protestantse kerken in Nederland. En ik zeg u, ze maken een grote vergissing. En het is eigenlijk een godspe dat een seculiere partij als de PVV de kastanjes uit het islamitische hellevuur moet halen. Liberalen van Nederland, voorzitter, die zouden moeten stoppen met dat makkelijke, ze mogen geloven wat ze willen als ze mij maar niet lastigvallen. Want dat gaat niet meer op. Met die houding brengen zij zelf het liberalisme ernstig in gevaar. En de socialisten van Nederland, ja, sorry, dat weet ik gewoon niet, wat we daarvoor oplossing moeten verzinnen. En over de cultuurrelativistische goedmensen heb ik het al gehad. Voorzitter, ik ga afronden. De boodschap mag duidelijk zijn. Nederland moet worden gede-islamiseerd. Alle moskeeën moeten worden gesloten. De Westermoskee in Amsterdam voorop, die door het stadsbestuur van de minister, die toen nog in het stadsbestuur zat, waar hij deel van uitmaakte, de Westermoskee werd met miljoenen aan verkapte subsidie gebouwd. De megamoskee in Gouda, nu een halfjaartje uitgesteld, waarschijnlijk vanwege de statenverkiezingen om geen schade op te lopen door de partijen die daar de scepters waaien, die mag er nooit komen, net zoals dat ding daar in Groningen in cel werd. Vreselijke tent. De enige leegstand waar Nederland beter van wordt, is de leegstand van moskeeën. Wanneer gaat de minister dit regelen? Ik ben bijna klaar, voorzitter. De integrale aanpak jihadisme is een farce. Jihadisten moeten het land uit en nooit meer terug. Ook als ze maar één paspoort hebben. De grenzen moeten dicht voor mensen uit islamitische landen. De regering moet inzetten op vrijwillige remigratie naar moslimlanden. Criminelen met een dubbel paspoort moeten het land uit. En pas als deze maatregelen worden doorgevoerd, zal Nederland ten positieve veranderen. De problemen zijn overduidelijk en een hoop oorzaken van deze problemen ook.
En wij roepen de minister dan ook op die problemen aan te pakken en te doen wat nodig is. Want wegkijken, pappen en nat houden, het is geen optie meer. En garde, zeg ik tegen de minister. Dank u wel.